Hi, welkom terug. Leuk dat je weer kijkt naar de Bigger Blog. Ik heb vandaag een curvy fashion video en deze keer gaat het over Boohoo Plus. Boohoo is een hele grote webshop, online retailer. En die verkoopt niet in winkels, echt alleen online. En ze versturen dus ook naar Nederland. En naast de reguliere collectie hebben ze dus ook een plus afdeling, oftewel grotere maten. Regelmatig bestel ik er wat. En de ene keer valt het mee, de andere keer valt het tegen. Dus dat heb je nou eenmaal met online bestellingen. En ik ga vandaag 5 items met je doornemen. Nou, dit jurkje dat bestelde ik eigenlijk puur uit gemak. Ik vind dit soort lange, grote t-shirt jurkjes echt ideaal in het voorjaar en in de zomer. En dan trek ik gewoon heel even aan met een paar sneakers en klaar. Het is natuurlijk ook wel heel erg fijn dat ik matching sneakers heb, want ja, daar draait het om in het leven. Wat ik wel nadeel, het is wel echt best wel een dun stofje, dus dat moet wel je ding zijn. Het zit hartstikke lekker, het is wel kort. Alles bij Boohoo is kort. Maakt niet uit welke lengte je bestelt. Het is kort. Dus deze zit op het randje. Ik vind het wel kunnen. Zeker als ik straks wat bruinere beentjes heb. En ik bestelde de maat 22, wat de Europese maat 50 is. Want ik vind het naast kort vaak ook, het valt wel gewoon redelijk op maat. Maar dit soort dingen hou ik gewoon van dat het een beetje baggy zit. Ik vond dus dit echt ontzettend leuk. Langs de kraag en langs de hals. Het enige is, t-shirt kraagjes staan mij vaak niet zo. En met name bij deze zie je dus heel goed dat het een beetje gaat rimpelen. En dat ja, vind ik wel... Vind ik niet zo leuk. Dus dit is een twijfelgevalletje. Nou, ook dit jurkje heb ik besteld. Het is eigenlijk een lange blazer, oftewel een tuxedo dress. En ik vond het echt, ja, echt zo'n businesswoman jurk. En ik had al een tijdje voorbij zien komen en gezien op bepaalde webshops. En iedere keer twijfelde ik enorm. En toen zag ik mijn andere blogger collega Dionne erin een tijdje terug. En toen dacht ik, oh, zie je wel, het is zo tof. Dus toen heb ik de moed bij elkaar geraapt. Nee hoor, grapje. Nee, toen heb ik hem ook besteld. En zij draagt overigens van een ander merk. Maar ik vond deze echt onwijs leuk. Ook omdat hij de streep langs de zijkant heeft. Het maakt het toch weer wat sportiever. En ja, je kan zo'n tuxedo dress herkennen eigenlijk aan het feit dat het dus een blazer is. En kijk, hij is double-breasted. Dus hij heeft dubbele rij knopen. Dit is ook een maat... 22, oftewel een Europese maat 50. En dat heb ik op mijn heupen echt wel nodig. Want ik vind dat zoiets echt niet mag trekken of te strak mag zitten. Hij kruipt wel een beetje op. Dus ik raad wel aan om er een onderjurkje of iets onder aan te trekken. Maar ja, ik vind hem echt super cool. Nou, dan de gestreepte jurk. Dit is ook een maat 22, een Europese maat 50. Het is een hele stugge, stevige... crepe kwaliteit, tricot. Het stretcht wel, maar het is echt stevig. Ik vond vooral die mouwtjes zo ontzettend schattig. En ja, bij mij zitten altijd die riemlussen. Die zitten me altijd veel te laag. Dan draag ik hem gewoon hoger. Ja, ik vind dat nooit zo'n heel groot probleem. Het enige waar ik me wel een beetje over twijfelde, is dat schootje aan de achterkant. Want ja, ik heb echt willen. En ja, dat schootje, ik voelde me er wel een beetje een gebakje in, zou ik maar zeggen. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, last but not least, het jurkje wat ik hier aan heb. Dit is trouwens ook een maat 22, oftewel een maat 50. En again, dit is eigenlijk hetzelfde principe als het zwarte jurkje wat ik eerder aan had. Het is eigenlijk gewoon zo'n lekker makkelijk everyday jurkje. Maar ik vond natuurlijk vooral die streep heel erg leuk. En dat oranje met blauw en een beetje dat retro-achtige, daar hou ik wel van. Maar ik twijfel wel een beetje of die streep en de verhouding helemaal kloppen bij de look die ik leuk vind. Dus ik denk dat dit een... no-go is omdat deze teruggaat. Dan denk je natuurlijk, waar is al nummer 5? Nou, de 5e outfit heb ik niet aangetrokken, want dat was gewoon echt geen optie. Het is namelijk een bikini. Dit high-waist broekje heeft echt onwijs leuke zijkant. Ik heb dit broekje ook al in een ander printje van vorig jaar en het zit echt geweldig. En dat is dit is een maat 20, oftewel een maat 48. En dat zit helemaal prima, maar het bovenstukje... waarvan op zich de cups dus oké zijn. Ja, die viel dus letterlijk naar beneden omdat de omvang te groot was. Nou, vind ik jullie leuk, maar niet zo leuk. Dus deze kan ik helaas niet laten zien. Maar Boohoo is wel een aanrader als je even een goedkope bikini optie wilt. En ja, God ondersteunt niet alles. Dus hou daar wel rekening mee. Het zijn natuurlijk niet hoogwaardige bikinis als het gaat om kwaliteit en ondersteuning. Maar voor gewoon een leuk fun dingetje erbij is het wel echt helemaal leuk. En je kan natuurlijk ook
bij dit leuke broekje gewoon een even zwart... Oh, bij dit leuke broekje kun je natuurlijk ook gewoon een even zwarte top aandoen. En dan ben je daar ook. Nou, dat waren ze dan. De 5 items die ik bestelde bij Boohoo Plus. Ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Of ik ook moet retourneren of juist moet houden. Laat het me weten hieronder in de reacties. Ik zal hieronder een linkje achterlaten met de items die ik gedragen heb. Wat trouwens belangrijk om te weten is over Boohoo. Het is een online retailer, dus een webshop. Ze hebben geen winkels, je kan dus niks retourneren in de winkel. Check voordat je iets online bestelt altijd de retourvoorwaarden. In dit geval bij Boohoo kun je dus iets bestellen met bepaalde acties en kortingen. Meld je vooral aan op nieuwsbrief, want dan krijg je echt top aanbiedingen. Maar de retourkosten zijn voor jezelf. Dus je moet het zelf retourneren met PostNL. Dat is tegenwoordig iets van 7,25 of zo. Dus het zijn best wel kosten die je maakt. Er zijn ook allemaal trucjes via PayPal om die kosten misschien terug te vragen. Maar ik wil het je wel gemeld hebben. Dat je niet voor verrassingen komt te staan. En ook... zijn er verhalen van mensen die echt binnen een paar dagen hun geld terug hadden. Ik heb er echt elke keer bijna 6 weken op moeten wachten. Of zelfs bij de klantenservice moeten navragen. Dus zo zie je maar. Er kan altijd van alles gebeuren bij online bestellingen. Zorg dat je al je administratie op een rijtje hebt. Ik vond het ontzettend leuk dat je keek. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie je ook alle volgende filmpjes voorbij komen. En ik zie je online.